toen ik voor de eerste keer al mijn collega's ontmoette, was ik echt wel heel zenuwachtig. Want ik kende die mensen allemaal van theater of van televisie en ik was een jong piepkuiken. Ik had eigenlijk amper ervaring. Dus ja, dat was wel ongelooflijk spannend. Maar ik was ook fier dat ik bij dat clubje mocht horen. Naast mij Balthazar Boma in een uitermate vrijgevige bui. Ja. Boma, de worst van hier, schenkt truitjes en een complete autobus aan de kampioenenploeg. Ik weet nog heel goed dat ze mij een liedje lieten zingen. En dat ik zo vals als een kat aan het zingen was. En dat de regisseur zei, maar dat is goed. Dat is goed, want dat is juist grappig. We maken comedy. Dat de kampioenen zo'n succes zou worden, had niemand verwacht. We begonnen en eerlijk gezegd, helemaal in de beginperiode van de kampioenen, had het ook nog niet zo'n succes. Dat is echt gegroeid. Ineens werd dat zot, hè. Ineens moest ik dan als 21-jarige een handtekening geven. Na 30 jaar is het stilletjes aan genoeg geweest, maar niet voor er nog één heel speciale aflevering komt. Op het einde van het jaar, 25 december, kerstdag, komt er een ongelooflijk lange aflevering. Die gaat meer dan een uur duren. De kerstspecial. Wij gaan daar terugdenken aan alle kleine momentjes die we hebben meegemaakt in die 30 jaar. En we denken natuurlijk ook terug aan Xavier. Die spijtig genoeg in maart overleefd is. Bloemen verwelken en scheepjes vergaan, maar de kampioenen blijven altijd bestaan. Super tof dat je deze video bekeken hebt, maar we hebben er nog veel meer natuurlijk. Dus zeker hier ook eens klikken en abonneren op ons kanaal. Dat mag natuurlijk ook altijd, hè.